Wout, pak je voor de laatste keer dat tasje uit de auto. Hoe voel jij je vandaag? Nou, ik heb er wel erg veel zin in eigenlijk. Tuurlijk ben je een beetje gespannen, want er komt veel op me af, denk ik, vandaag. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. Leuk om de jongens allemaal te zien. Die heb ik lang niet gezien. En een beetje de sfeer van 13 jaar geleden terug te krijgen. Daar heb ik wel echt zin in. Twee mooie elftallen samengesteld. Wie dicht je de beste kansen toe vanavond? Qua fitheid de All-Stars, maar qua kwaliteit eigenlijk een kampioensteam. Dus we zullen zien wat de doorslag gaat geven. Miroslav, toch? How is it to be back here at the stadium? Ah, oh, perfect. It got a little bit of emotion, you know? So it's nice. And I see this guy. Long time no see, man. How are you? Good to see you. Right? You're fit, right? Of course. You know, I promise you I'm going to be fit. How special is this night for you? Oh, very special. One, to come back to Holland. Two, to come back to the Grosvest. No one had the intelligence and the brain of Frank Brammer. That made him special, that made him unique. And that's why he's lasted so long in the game. Heel speciaal wat hij gedaan heeft voor FC Twente. Schitterende carrière. Ik ben super trots op hem, wat hij allemaal heeft bereikt. It's great. Normally when we were too late, we had to pay a fine. So I'm not sure, but good to see you. Can I just take that back? Exactly what I said about him. Yeah, you can. Yeah. he was always a nightmare. Hoe was hij als speler om hem te trainen? Dat is altijd de uitdaging met Wout. Hij weet ervan. Hij heeft kennis. Als trainer moet je altijd scherp zijn als Wout in de buurt is. Alle vier de broers Brama komen in actie vanavond. Hoe is dat voor hen? Want ja, jij bent dit gewend. Maar... Ja, ik ben heel benieuwd. Toen ik ze vertelde van afvroeg in ieder geval, ik wil jullie een kwartiertje 20 minuten meedoen. Ja, waren ze heel blij. Maar ik denk ook dat het wel een beetje zenuwen zal zijn. Dus ja, ik hoop dat het publiek ze heel goed ontvangt. En dat ze een beetje voelen van hoe het is om in zo'n stadion te zijn voor 25.000 man. Voor hem is dat heel normaal om voor zoveel man te spelen. Hè? Hoe kijk jij daarna uit? Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb dat natuurlijk nooit gedaan. Dus voor het eerst in zo'n groot stadion. Ik heb één keer in de Kuip mogen voetballen met wat vrienden. Maar dit is natuurlijk helemaal bijzonder omdat het om je broer draait. Dus ja, dat is hartstikke mooi. It's a very important moment to be here in this special match for Wout. His job for the team was amazing, so I have so many memories and so many good memories. So for me it's very good to be here with him. Hij is met Twente gedegradeerd, hij is weer kampioen geworden, hij is gebleven, hij is de club trouw geweest. En hij is natuurlijk kampioen geworden, waar hij ook een hele belangrijke rol op het middenveld speelde. Dus nee, ik denk dat het gewoon heel goed is dat zo'n wedstrijd wordt gespeeld voor Wout Brama, heeft hij verdiend. En misschien komt er ook nog wel een standbeeld bij. Zitten er nou spelers bij van je denkt, nou, dat die nou speciaal is gekomen, vind ik extra mooi? Nou, de jongens van ver, dat vind ik wel bijzonder. Dus Brian Ruiz, Blessing Koever, die heb ik gisteren natuurlijk al hier gezien. Ja, dat doet me wel veel. En er zijn jongens die veel voor de club hebben betekend. Dat is ook voor de fans super mooi. Maar ik vind het zelf ook echt heel erg leuk dat die komen. Theo heb ik, Jans heb ik een goed contact mee gehad altijd. Ik en Wout waren de twee eenheid. Zeker op het veld. Daarnaast waren we heel verschillend. Maar dat klikte juist ook wel heel erg goed. Dus ik ben ook, ik heb nog steeds contact met hem. En dat zegt denk ik genoeg. Ik heb met heel weinig spelers contact, maar met Wout nog wel. En dat verklaart onze band, denk ik. Hoe kijk jij naar zijn carrière? Fantastisch wat hij heeft bereikt. Zeker als je kijkt naar de kwaliteiten die hij had. Dat waren er niet zo heel veel. Dus als je dan op dit niveau kan spelen en dit voor elkaar krijgt, dan is dat super knap. You know, he was the kind of glue in the dressing room. He was a good character. He was always happy, positive. Even after tough losses, he built us up. So... I think he's for the right a club legend. Het is een nuchtere tukker en ik ken Wout als een hele vriendelijke jongen. En ik denk dat hij gewoon altijd zichzelf is gebleven. Ja, Wout is natuurlijk eigenlijk mijn maatje wel een beetje geweest met Theo hier zo altijd in de gehele periode. En we stiepen bij elkaar op de kamer zo'n beetje elke week. Dus hier kon ik niet onderuit. He always was a very nice person, nice player. And it's also a lesson for... people, for players, when you commit somewhere, you have always something positive back. Ronnie Stam, kon je de weg nog terugvinden naar de golfvesten? Nee, ik heb de navigatie aangezet. Ik ben gebeld door Wout, want ze konden mij niet bereiken. Ik had mijn e-mail niet gelezen en ik had geen social media. Hij zegt, je moet komen, we kunnen jou niet bereiken. Iedereen is er behalve jij. Hij is een echte clubjongen, hij heeft bijna heel zijn carrière bij Twente gespeeld. En dan is het toch mooi als Twente Wout eigenlijk eert om een... om een afscheidswedstrijd te geven. En ik denk dat hij dat ook wel heeft verdiend. Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik hem ook direct bedankt. Want ik weet wat voor een happening dit gaat worden natuurlijk. En dus heel vereerd dat hij inderdaad mij ook heeft uitgenodigd. Zo, terug uit jullie voetbalpensioen. Want dit is wel een moment waarop dat kan.
Ja, ik denk het wel. Ja, het voelt grappig om hier weer zo aan te komen lopen. En ook een beetje, ja, ik kom nu heel anders aan. Ik kom nu met de trein en met mijn rugzakje. Dat voelt toch wel wat anders dan toen, wat minder officieel. Ik ga zelf eigenlijk niet, als het goed is, in actie komen vandaag. Nee, ik zit op de bank en ik ben voor puur om in te vallen als Peet geblesseerd raakt. Ja, hoe fit ben je? Zit dat risico erin? Ja, denk het wel. Dus misschien in een minuut één geef ik alvast even een signaaltje dat Jeroen kan gaan warm lopen. Nee, ik heb werkelijk waar geen idee. Dus ik ben voor mezelf is het ook een verrassing vandaag. Ja, hoe fit ben je? Ja, ik voel me redelijk fit. Alleen, ik heb de laatste jaren wel gezien met voetbal kan het zomaar in één keer misgaan. Ik zie er misschien wel fit uit, ja. Maar ik ben niet meer zo fit. Ik heb toch een paar jaar niet gevoetbald, dus het wordt lastig vandaag. Hoeveel minuten hoop je te kunnen maken? Ja, ik ga tegen Wout zeggen dat ik maximaal één helft kan spelen. Okay. Ik ben super fit. Ik ben nog gewoon volop aan het trainen. Ben je niet wat fitter dan sommige anderen die we al gesproken hebben? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk je daarna uit om weer in dit stadion voor zoveel publiek te spelen? Nee. Oké. Okay. Nee, heel eerlijk, want ik ben gewoon totaal niet meer in vorm. Dus het kan alleen maar tegenvallen. Dus ik doe dit voor Wout en niet voor mezelf. Ik hoor je net grappen hier van, nou ga ik zien wat echt voetballen is. Ja. Zitten er wat spelers bij waar jij als kleine flappie tegenaan keek? Ja, Theo Jansen stond er net, hè. Ja, die kon wel voetballen. Dus ik ben benieuwd of hij nog een beetje kan ballen. Ja. What do you look most forward to tonight? To see him score. I think even when he is not a striker, it's something we will try to do or to help him to do. Ja, zoveel mensen die hier gekomen zijn, ik ben super dankbaar dat ik dit mag meemaken. Weet je wat we doen? We gaan beginnen. Het kampioensteam van 2010, aangevuld met spelers die de beker wonnen in 2011 tegen Wouts All-Stars in de uitshirts van FC Twente. Dat is ook een goed schot. Wordt van richting veranderd en dan gaat hij erin. Hij wil dat hij schiet, maar hij komt met een paasje. En wat een geweldige goal van Brian Ruiz. Een paasje naar Nasser Chadli. Chadli, 2-1 voor de kampioensploeg. Deze actie van Douglas kan niet voor de beugel en hij wil tegenwisseld worden. Niet eens met Bas Nijhuis. Leek er buiten, maar het wordt een penalty. Dus kan Wout Brama scoren in zijn afscheidswedstrijd. En dat doet hij. Tot in de tijd echt een geweldige avond. Ik ga het echt nooit vergeten. Ik ben echt overdonderd. Ik ga denk ik rustig een keer allemaal terugkijken. Gelukkig is het allemaal opgenomen. Want dan kan ik het ook terugkijken, want anders is het, ja, het is gewoon te veel, denk ik. Het was heel bijzonder. En het was ook binnen 2 minuten weer helemaal alsof we weer 13 jaar geleden meteen weer oppakten. En, ja, dat vind ik echt geweldig. Je hebt echt een band voor het leven als je prijzen wint.